Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen heeft vandaag het eerste elektriciteitssectorplan 2019-2023 gepresenteerd. Dit is de eerste grote stap in het proces van de herstructurering van de elektriciteitsvoorzieningssector na de afkondiging van de elektriciteitswet in maart 2016. De presentatie is gemaakt door de consultants Soteso en Castalia. Na de presentatie heeft minister Regilio Dotsen de consultant rapporten overhandigd aan de voorzitter van de Raad van de Energieautoriteit Suriname. De EBF, de SPTF, Suralco, iedereen heeft een ondersteuning geleverd aan het tot stand komen hier van dit rapport, van dit document. En wat nu nog ontbreekt natuurlijk is input van de regering. En dat is dus de tweede fase die ervoor moet zorgen dat de energiesector van compleet is. Natuurlijk hebben we ook in place de energieautoriteit. Ik zie de voorzitter van de Raad van Toezicht, meneer Lau, en zijn team hier. Die hebben nu de opdracht van de regering meegekregen om de energieautoriteit gestalte te doen hebben. Er zou dus in het kader daarvan een interim directeur benoemd worden die de opdracht krijgt om de autoriteit body te geven en te laten werken eigenlijk. Dus dat zijn de zaken die op stapel liggen. Consultant Michael Kopinski ging in op de technische inhoud van de rapporten. Hij sprak uitgebreid over de energieprijs. Hoeveel heeft de minister van Financiën in zijn portemonnee? Wat is het volume dat je kan permitteren om te subsidiëren? Als wij het rapport daar overnemen met mijn ervaring van de eerste twee maanden van het jaar, dan zeg ik, let's not bother with it. Laat ons parkeren. Laat de autoriteit 5 jaar deze 3 vragen. Behoorlijk gaan beantwoorden en bediscussiëren met de politiek. En ga uit van een heel simpel ding. Ik ga altijd uit van het meest simpele. En dat is wat altijd scheef is gegroeid, kun je niet een keer corrigeren. Aldus consultant Michael Kopinski vandaag bij de presentatie van het eerste elektriciteitssectorplan. De presentatie is gehouden in het Courtyard bij Marriott.